Hermanos y hermanas van Team Yaniku. Vandaag een ander soort video. Vandaag een FIFA-experiment. Een FUT Draft-experiment. Een vraag die ik heb. En ik weet dat jullie hem ook allemaal hebben. De laatste tijd zijn we vaak live geweest op YouTube met jullie. Ik heb een aantal video's gemaakt. En iets wat we ons met z'n allen afvroegen is: hoe groot is de kans dat jij een Team of the Year in je draft krijgt? We hebben meerdere drafts gemaakt. We hebben ze niet eens heel vaak gepakt. Soms kreeg je wel ineens een Messi of een Frenkie de Jong. Maar toch bleef altijd die vraag daar van: hoe groot is nou de kans op een Team of the Year in je draft? En dat gaan we vandaag doen. Vandaag gaan we daarachter komen. Ik ga achter elkaar 10 drafts maken. Puur om erachter te komen hoe groot de kans is op een Team of the Year. Wat ik heel tof zou vinden is als jij alvast laat weten welke Team of the Year spelers jij in drafts hebt gehad. Omdat ik tot nu toe dus nog nooit een Ronaldo heb gezien. Zit hij überhaupt in drafts? Ik weet het niet. Ik heb nog nooit een Mbappé gezien. Ik heb nog nooit een Kevin De Bruyne gezien. Dus daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. Vandaag gaan we erachter komen hoe vaak we ze wel krijgen en of we ze wel krijgen, die spelers. Ik zou het super tof vinden als jij het duimpje omhoog wil gooien. Abonneer op dit kanaal om niks te missen. En ik ben benieuwd. Laten we beginnen met het onderzoek. Goed, jongens, de eerste vraag is natuurlijk: welke formatie gaan we doen? Er zijn mensen die zeggen dat bij bepaalde formaties de kans groter is op Team of the Year, omdat je dan het forceert. Bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt een formatie waarin je twee keer een rechtsbuiten moet hebben, een RN en een RB, dat je dus meer kans hebt op Messi. Ik weet niet of dat zo is, maar voor de eerste draft die we gaan maken wil ik beginnen met deze. De 3-4-1-2, we gaan ze niet spelen, we gaan letterlijk alleen kijken en tellen hoeveel Team of the Years we gaan krijgen. Zoals jullie weten, de laatste tijd ben ik vaak live op YouTube. We hebben heel veel drafts gemaakt, vooral rond die Team of the Year periode. We hebben heel veel drafts gemaakt. En het viel ons allemaal, jullie dus ook, dat weten jullie ook. Het viel ons allemaal dus ontzettend op dat de kans zo klein is op Team of the Year spelers. Dus ja, vandaar dit onderzoek en ik ben gewoon super benieuwd. Tot nu toe dus nog geen Team of the Year spelers. We moeten belangrijke keuzes gaan maken. Gaan we bijvoorbeeld nu wel Kevin De Bruyne kiezen of niet? Ik denk het wel. Om heel eerlijk te zijn heb ik 0 keer in alle drafts die ik heb gemaakt sinds het Team of the Year Kevin De Bruyne gehad. Schmeichel. Oké. Volgens mij zit Team of the Year Alisson sowieso niet meer erin. Wisten jullie trouwens dat er een manier is om te zien van tevoren dat je een Team of the Year gaat krijgen in je pack? Op het moment dat die kaarten dus komen, hier opnieuw Alexander Arnold, geen Team of the Year versie. Op het moment dat die kaarten komen, dat je dus zeg maar die kaarten ziet. Als er een Team of the Year is, zie je een klein soort mini klein driehoekje. Moet je maar eens op letten. Ik zal het zo even uitvergroten als we er eentje pakken. Maar dat hier dus, zeg maar op dat moment, wat je nu net zag, daar kan je zien als er een klein puntje is, dan is het een Team of the Year. Dat komt door de vorm van die kaart. Maar ja, zoals jullie kunnen zien jongens, de eerste draft is onderweg en het ziet er niet naar uit dat wij een Team of the Year gaan krijgen op dit moment. Het zou wel heel heftig zijn. Crespo, trouwens een hele goede speler. Cristiano Ronaldo, ook zijn normale kaart. Die heeft natuurlijk die 99 gehad. Nou, die heb ik helemaal nooit gezien. Laat sowieso weten dus, nogmaals, of jij wel hier en daar Team of the Year spelers hebt gehad. En of je dus ook Ronaldo hebt gekregen. Daar ben ik benieuwd naar. Ik vraag me af of die Ronaldo überhaupt in Team of the Year draft zit. Nou jongens, dit was letterlijk de eerste. Jullie hebben het gezien. 0 Team of the Year spelers. Althans, de echte Team of the Year kaarten. Wel de spelers, maar dan andere versies. En ik neem jullie gewoon mee naar de tweede. Kijk, en dit is ongeveer het moment dat jullie als kijker beseffen dat ik inderdaad 15.000 munten per draft ga betalen vandaag. Dat heb ik gewoon voor jullie over. Dus als jullie daarvoor in ruil alleen je duimpje omhoog zouden willen gooien en zouden willen abonneren op dit kanaal, ben ik daar al helemaal blij mee, jongens. En laat natuurlijk weten hoeveel Team of the Years jij gepakt hebt en welke vooral. Vooral welke, daar ben ik vooral benieuwd naar. 4-1-2-2, 4-5-1, 4-1-4-1, 4-3-1-2, 4-3-3. 4-3-3 voor mijn gevoel moeten we vermijden. Omdat dat juist de Team of the Year opstelling is, krijgen ze daar niet. Raar bijgeloof, maar ja, draft zit natuurlijk helemaal vol met bijgeloof. Ik denk dat ik ga voor deze. Ik ga voor deze. Ik heb het idee dat we hier onze eerste Team of the Year van vandaag gaan pakken. Op zoek naar de kleine driehoekjes dus boven de kaarten. Ik weet dat jullie net waarschijnlijk tijdens het kijken van die vorige draft dachten van: ja, nou, wat ben je nou aan het doen? Wat ben je nou voor draft aan het maken? Dus ik zal ietsjes meer letten op de chemistry en er oprecht gewoon per stuk ook een mooie draft van maken. Hier de eerste Team of the Year spelen die dus geen Team of the Year is. Zonde. Dan gaan we voor nu voor Griezmann. Griezmann. Mesut. Mesut, Mesut. Kijk, dit is er een. Wie zag hem? Wie zag hem? Ik heb hem ingezoomd in de edit, ga ik hem inzoomen. Maar hier is dus onze eerste Team of the Year. En het is Sadio Mané, jongens. Die is binnen. Die kunnen ze niet meer van ons afpakken. Ik ben er blij mee. Maar dat is dus maar eentje. En dat is bijna het einde van de tweede draft. Dus je ziet dit, jongens. Ze zijn zeldzaam. Maar we gaan door. Ik ben benieuwd. Op hoeveel gaan we uitkomen vandaag? Mané is trouwens wel heel vet. Want wat ik volgens mij net zei, ik heb hem nooit gehad. Ik heb hem nog nooit gehad. Dus het is wel heel dik. Weer eentje. Kijk, zag je hem? Kijk. Yes! Kanté! Kanté, tuurlijk. Jammer dat we daar Petit al hebben staan, dus dan wissel ik hun eventjes om, denk ik. Ja, gewoon zo. Maar kijk, dit is best wel ziek. 2-in-1 draft is echt wel goed. Dat is echt wel goed. Kijken of we dat de volgende keer weer kunnen doen.
Maar voor jullie thuis dus, leuk om te weten. Als je dus wilt checken, net het ene seconde van tevoren of het een team of the year is, zie dat driehoekje daarboven. Goed jongens, dit was de tweede draft en de teller staat op 2 team of the years. We gaan door naar de derde. Goed jongens, de derde. Ik denk dat we nu voor de 4-3-2-1 gaan. Ik wil ook een beetje variëren in opstellingen dus. Op die manier komen we erachter van, ja, welke opstelling is nou misschien wel gewoon de beste hiervoor. We gaan natuurlijk voor Zidane. Het is bijna hetzelfde als een team of the year. Ongelofelijke kaart trouwens, Zidane. Voor de mensen die hem nog niet hebben geprobeerd, doe dat sowieso. Ga draft spelen. Speel een keertje met Zidane. Je weet oprecht niet wat je meemaakt. Het is niet normaal. Even kijken. We gaan voor Sterling. Mbappé, team of the year. Ronaldo, team of the year. Ik denk dat ik voor nu gewoon eventjes voor Neymar ga, puur omdat we dan nog opties hebben om hun te krijgen. Even kijken. Party. Celebrate. Luis Figo en Crespo gaan we natuurlijk altijd voor Crespo. Ook voor de mensen thuis, als je ooit die keuze krijgt. Maakt niet uit wie of Crespo, ga voor Crespo. Ongelooflijke speler. In ieder geval in drafts. Ik weet nooit of dat zeg maar in drafts net zo goed is als dat het in de Weekend League is. Maar ik heb een paar drafts gehad met Crespo, jongen. Dat is niet normaal. En we pakken onze derde team of the year van vandaag. Van deze video, van dit onderzoek. We hebben dus 3 team of the years in 3 drafts. En de laatste, jongens. De allerlaatste. Het is nu wel weer Luis Figo. Nogmaals, zoals ik dus net al zei. 3 team of the years gepakt. En we hebben 3 drafts gedaan. We gaan door naar de vierde. Goed, jongens. Opnieuw 15.000 munten. Gaan er doorheen met pijn in mijn hart. En nu gaan we voor de 4-1-4-1. Ik ben benieuwd, we staan op 3 team of the years. Maar ja, het zou toch dik zijn als we boven de 10 zouden kunnen uitkomen. Dat zou dik zijn. Dat we dus 10 drafts doen en dat we meer dan 10 team of the years gaan hebben. Ik ben benieuwd, ik denk het van niet. Maar wie weet, het kan raar lopen. We gaan voor Dennis Bergkamp als eerste. Ik wil nu een keer Frenkie de Jong. Ik wil even wat Nederlandse invloed, kom op. Wijnaldum, soort voorzetje. Dan moet Frenkie gewoon nu komen. Kijk, daar is hij. Daar is hij, jongens, ik zeg het nog. Nou, dit is top, dit is echt top. Dit is echt top. Wat een begin. Bergkamp, Wijnaldum en Frenkie. Wat een begin. Oké. Hier moeten we op door. Hier moeten we op door. Dit kan zomaar een hele bizarre draft worden. Kom op, geef me Van Dijk. Nog één. Jongens, we hebben er weer één. Lekker, we hebben er weer één. Besef, hè, we staan op 5 nu. Ja, we staan op 5. Oké, linkt alleen nog niet. Daar moeten we zo direct even aan werken. Maar we staan gewoon op 5 team of the years nu uit 4 drafts. Goed, Hermanos y Hermanas van Team Yaniku. Dit was dus de vierde draft. We hebben 5 team of the years. Vergeet sowieso niet dat duimpje omhoog te doen. En we gaan door naar de vijfde. Goed jongens, daar gaan we. De vijfde. Laten we... Ja, we gaan gewoon weer voor 3-4-1-2. Die voel ik wel. Even kijken, we zijn nog 0 keer begonnen met een team of the year. Dat zou ook wel een keer leuk zijn. Als we gewoon beginnen met een team of the year. En ik wil even wat hogere ratings. Dus ik wil Van Dijk. Ik wil of Ronaldo... Of Messi. Die moeten we gewoon nu gaan krijgen. Even kijken. We beginnen met Klose. Helaas. Wel Thiago Silva. Matip. Klein voorzetje op Van Dijk. Doe maar. Dit is hem. Oh, het is de licht. Oké. Ben ik ook heel blij mee. Het is sowieso dik als we gewoon... Als we ze gewoon bijna allemaal krijgen. Ja, uiteindelijk. Dat we steeds andere hebben. Het gaat best goed tot nu toe. Alisson hebben we natuurlijk gehad. Even kijken. Als we nu nog de licht ernaast zouden kunnen krijgen, is natuurlijk geweldig. Ja, dit maakt allemaal niet zoveel uit. Even kijken, Alisson, kom maar door. We staan dus nu op 6 team of the years op dit moment. En we zijn bezig met de vijfde. Kom op. Helaas jongens, dat was hem dan, de vijfde draft. We hebben 6 team of the years tot nu toe gepakt. En we hebben er nog 5 te gaan. Gewoon een duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal. En ik neem jullie mee naar de 6e. Goed jongens, dan gaan we dan met de 6e. En ik zat net even te denken van, ik vind het echt top. Ik vind het echt leuk om te doen, omdat zeg maar... Hey, weer een nieuwe opstelling. 4-2-3-1, die gaan we doen. Omdat het zeg maar echt totaal iets anders is dan wat ik normaal doe. Een soort beetje onderzoekende, experimenterende video. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe jullie daarover denken. En ik zou het nogmaals heel leuk vinden als jullie laten weten welke team of the year jullie allemaal gepakt hebben. Is er iemand die Cristiano Ronaldo al gepakt heeft? Team of the year? Op. Alisson. Lekker, we hebben er weer een. Top, we staan op 7 team of the years en we zijn bezig met de 6e draft. Goed, dit is top. Kom op, nog 1 team of the year. Gewoon op 7 team of the years. Het is best wel veel. Ik had het niet per se verwacht hoor, dat we er nu al 7 zouden hebben na 6 drafts. Kom op, nog eentje zou echt geweldig zijn. Zidane. Die tel ik echt bijna altijd als een team of the year. Dat is niet normaal. Nogmaals, Zidane is echt... niet normaal. Schmeichel. Nou, maakt op zich niet uit voor nu. En dan de allerlaatste. Is het nog een team of the year? Het is wel Ronaldo en het is wel Mbappé. Maar we gaan door naar de 7e draft. En de teller staat op 7. Let's go.
Goed, hermanos y hermanas. Daar gaan we weer met de 7e draft. Even kijken. Gaan we nu gewoon voor een keertje voor de 4-3-3? Ja, gaan we doen. Oké, ik ben benieuwd. Even kijken. Zidane, natuurlijk. Wat zullen we doen? Ik ga voor Griezmann, want ik wil Messi gewoon. Ik wil Messi, jongen. Ik wil Messi zo graag. Ik heb hem al zo lang niet gezien. Hier hebben we natuurlijk zo'n normale kaart. Maar ik heb zo lang al Messi Team of the Year niet gezien. Toen het Team of the Year uitkwam, toen kreeg ik hem dus meteen. Maar ik heb hem sindsdien nooit meer gezien. Echt. Een soort verdwenen gewoon. Vermist. Niet normaal. Kom op. Kante, Frenkie. Show yourself. Kom op. Weer een Barça spelen. Even pushen op die Messi en die Frenkie. Varane. Daar hebben we er een. Ja. Alexander Arnold. Tuurlijk. Totti, nummer 8. Super dik. Kom op, jongens. Even eentje die we nog niet gehad hebben. Matthijs de Ligt. Top. Oké. Vet. Dat is de tweede. Die zetten we hier. Totaal geen chemistry voor de rest, maar dat maakt even niet uit. Dat is Team of the Year kaart nummer 9. Kevin de Bruyne. Ik ga hem gewoon nemen. Ik heb hem al zo vaak gehad nu. Maar 0 keer gekozen. We gaan hem gewoon nemen. Kevin de Bruyne. Maakt even niet meer uit. Maar hij is dus ook iemand die ik gewoon weinig zie. Kevin de Bruyne. Mbappé, Messi, Van Dijk, de kansen op hun en Ronaldo, de kansen op hun zijn echt miniem, miniem. En nogmaals, laat wel weten, als jij dat wel hebt gepakt, dan ligt het misschien aan mij, misschien doe ik iets verkeerd. Oh! Lekker, jongen! Lekker! Dit is ziek, jongen! Ik zeg net van, laat weten als het jou wel is gelukt, misschien doe ik iets verkeerd. We hebben dus gewoon Messi, Alexander Arnold en De Ligt en Zidane. Wow. Oh, jongens. Goed, jongens. Dit was de 7e draft. En wat voor een. Team of the Year Messi. Team of the Year Trent Alexander-Arnold. En Matthijs de Ligt. Super blij dat we Messi hebben gehad. Kijk die kaart. 96 snelheid. 98 schot. 99 passing. 99 dribbling. 50 verdediging. En 85 fysiek. Het is echt niet normaal. Maar goed, jongens. We staan dus op 10. Nu al. En we gaan door naar de 8e draft van vandaag. Goed jongens, daar gaan we weer. 3-5-2, 4-4-2. Ik wil eigenlijk 4-4-2 wel een keertje proberen. Of 5-2-2-1 is ook chill. Nee, ik ga 4-4-2 even een keer proberen. Come on. Come on jongens, come on. 10 Team of the Years onderweg. En we zitten in de 8e draft. We gaan voor Luis Figo. Oei, op hoeveel gaan we uitkomen jongens? En nogmaals, het zijn er echt meer dan ik had verwacht. En wat ook grappig is, is elke keer dat ik switch naar de volgende draft, kom ik natuurlijk een tegenstanders team tegen om vervolgens te leven. En zoveel Team of the Years hebben ze er ook niet in zitten hoor. Zoveel Team of the Years hebben ze er ook niet in zitten. Dus echt, het is niet gebruikelijk of heel normaal dat je maar elke keer een Team of the Year krijgt. En dat is dus wat we vandaag proberen, waar we vandaag proberen achter te komen. Maar voorlopig nog steeds dus Van Dijk, Mbappé, Ronaldo, niet gezien. Niet gezien, ze zijn vermist. We hebben geen Team of the Years gekregen. We moeten door naar de 9e. En nogmaals, voor de mensen die toevallig misschien niet in het begin hebben gezien, of ze klikken gewoon hier naartoe. Laat hieronder weten wie jij allemaal gepakt heeft. Welke Team of the Years heb jij gepakt? Ronaldo nog nooit gezien, Mbappé nog nooit gezien. En Van Dijk vandaag ook zeker niet. Dus laat het weten, gooi dat duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal om niks te missen. En we hebben er nog 2 te gaan. De 9e en de 10e. Let's go. Hermanos, de 1 na laatste. De 1 na laatste alweer jongens. En het kost klauwen met geld jongens. Maar goed, dat hebben we natuurlijk over voor vandaag. We gaan voor de 4-1-4-1. Kom op jongens. Kom op. Jongens, het ziet eruit dat we gewoon weer een draft gaan hebben. En dat is dus de 9e zonder Team of the Year. En dat is zo. We blijven op 10 haken. Hermanos y hermanas van Team Yaniku. Ik neem jullie mee naar de 10e. En wat ik snel even tussendoor wil zeggen, wat ik nog niet gezegd heb deze video, is dat ik, zoals jullie weten, voor de mensen die mij vaker volgen, bij 7500 volgers op Instagram had ik gezegd dat ik iemand hier zou uitnodigen voor een duodraft. Dan ben je hier te gast, eten we wat, spelen we een duodraft, komt die op mijn kanaal en krijg je dus ook je eigen gepersonaliseerde iconkaart van mij. En letterlijk het enige wat je daarvoor hoeft te doen is mij volgen op Instagram. Yaniku Lopez, lage streep, we hebben bijna 7500 volgers. Dus ja, dit is eigenlijk denk ik misschien wel de laatste kans als je daar kans op wil maken. Dus als je zit te kijken, vergeet het niet. Yaniku Lopez, laagstreep op Insta, volg me daar. En wie weet zit jij binnenkort hier wel een duo draft te spelen met mij. Goed, we gaan door naar de allerlaatste draft van vandaag. En hopelijk, Van Dijk. Van Dijk, ik wil Van Dijk het liefst. Goed jongens, daar gaan we dan. De allerlaatste draft van deze video. En we staan dus op dit moment op 10 Team of the Years. En ja, welke opstelling gaan we nemen? Zullen we gewoon voor 5-2-2-1 gaan? Die hebben we de hele dag nog niet gehad. 5-2-2-1? Ja, die voel ik wel. We gaan voor 5-2-2-1 voor de eerste keer vandaag.
En ik ben benieuwd. Oké, het begint goed. Crespo, kom op. Deze is belangrijk. Ik wil boven die 10 uitkomen. Hebben we er natuurlijk al 10. Maar 11 is net even een stapje lekkerder natuurlijk. En dan weten jullie ook precies waar je aan toe bent. Voor het geval dat jullie denken van... Hey, laat ik meerdere drafts gaan spelen op zoek naar Team of the Years. Dit geeft een beetje een indicatie. Wat dus je kansen op een Team of the Years zijn. Goed. Kom aan. Kante normaal, helaas. Vidal. Frenkie de Jong, kom op. Wel de normale, maar daar hebben we niks aan. Jongens, ik vrees dat we op 10 gaan eindigen. We hebben er nog 2. Het zal wel heel ziek zijn als we nu nog krijgen. De allerlaatste van vandaag. Het is geen Team of the Year. Het is geen Team of the Year. Hermanos y hermanas van Team Yaniku. Het is geen Team of the Year. En dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van dit FIFA FUT Draft experiment. Team of the Year experiment. 10 Team of the Years uit 10 drafts. Dan kom je al heel snel op een gemiddelde uit van 1 Team of the Year per draft. Het is natuurlijk niet altijd gegarandeerd dat het dus bij jou ook gaat gebeuren. Je hebt het zelf gezien. Misschien krijg je de 3. Misschien krijg je de 0. Het varieert een beetje. Maar toch 10 keer gedaan. 10 Team of the Years. Dus dat zegt natuurlijk wel wat. Het blijft zonde dat ik geen Ronaldo heb gezien. Ik heb geen Van Dijk gezien. Ik heb geen Kevin De Bruyne gezien. Geen Mbappé gezien. Dus nogmaals, laat sowieso weten wie jij allemaal gekregen hebt in je FUT drafts. Hoe ze gespeeld hebben. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal. Gooi dat duimpje omhoog, zou ik heel erg waarderen. En vergeet het niet, hè jongens. Yannick Lopez op Instagram. Bijna 7500 volgers. Wie weet zit jij binnenkort hier voor de duodraft. Krijg je je eigen kaart. En maken we er een topmiddag van. In ieder geval bedankt voor het kijken. Laat weten als je meer van dit soort video's wil zien. En ja, veel packluck voor de komende dagen. Misschien pak je wel een echte Team of the Year. Ciao.